Danny Buijs, die hem volgend seizoen sowieso nog gaat zien. Nou ja, Danny, jij zei voorafgaand aan deze wedstrijd, nou ja, als we geen kampioen worden, hebben we alsnog een mooi seizoen gehad. Na het laatste fluitsignaal voelde dat denk ik heel even niet zo. Nee, natuurlijk ben je teleurgesteld. Laat ik vooropstellen, wie na 34 wedstrijden kampioen is, is gewoon terecht kampioen. Dus bij deze ook de felicitaties aan Katwijk. Ook knap dat je het uit bij Kozakken Boys dan toch afmaakt. Dus dat is gewoon een compliment voor Katwijk. Alleen ik denk dat wij vandaag absoluut de ploeg waren met de beste en de meeste kansen. Alleen ja, we hebben hem er niet in geschoten. Dus dan baal je, ben je teleurgesteld. Maar aan de andere kant ben ik enorm trots op die jongens als ik zie hoe ze vandaag gestreden hebben. En maar ook gewoon gevoetbald hebben. Zat het een beetje, was het niet in jullie voordeel dat die scheidsrechter 5-6 minuten naar binnen ging? Dat kan toch ook binnen 15 seconden? Want jullie zaten net een klein beetje in je swing, 4 corners achter elkaar. Wat heb jij gezegd? Nee, ja. Ik wil me niet verschuilen achter die scheids, maar die jongen hoort tot de talentvolle scheidsrechters op het amateurniveau, maar die is nog niet klaar. Dat heb je vandaag kunnen zien, de Cairo. Oh, nee, maar ik bedoelde, dat, als je het in je kuit schiet, dan kan je toch gelijk ja, door. Ja, nee, maar ja, ik weet niet. Maar maak je zin af? Ja, je weet ook hoe ik ben, ik zeg gewoon wat ik denk. Dus ook als ik zelf fouten maak, geef ik het ook toe. Maar die wil heel graag de grote jongen uithangen. Maar dat is die nog niet. Want als je daarna Serik ziet fluiten, daar neem ik wel mijn petje voor af. Als je als vierde official zonder warming-up deze wedstrijd zo erin moet, dan verdient dat een heel groot compliment. Maar weet je, daar hebben we het kampioenschap niet door verspeeld. Daar hebben we vandaag ook geen 0-0 door gespeeld. Dus ik wil eigenlijk het daar ook maar niet te veel over hebben. Nou ja, laten we nou ook niet te veel tactisch praten. Jullie, ik heb gezegd van in de rust van dit is niet het Katwijk wat je echt kent. Niet het Kozakkenboys wat je echt kent. Was de opbouw niet iets te traag? Nee, veel te traag, Hans. Veel te traag. En maar het had ook een beetje te maken met, vond ik in de eerste helft, dat we wel een paar keer middenvelders vrij speelden. Maar dat met name Leon Bot en Azuti dan ongelooflijk veel balverlies hadden. En op het eind hadden we daar veel meer voetballend vermogen staan. Ja, en dan zie je ook dat eigenlijk in die fase Katwijk nagenoeg niet meer over de middenlijn komt. Alleen ja, in het voetbal moet je wel uiteindelijk een keer een goaltje maken als je er geen 1 tegen krijgt. En dat hebben we niet gedaan. Nou, als het mag, want alleen thuis de baas de hele middag. Over goaltjes maken gesproken. Hoe zit het met Cassiera? Dat zingt al heel lang rond. Heeft hij inmiddels getekend bij Groningen? Ja, jij gaat gelijk of mogen we het daar niet over hebben? Nee, je bent nu bijna trainer van Groningen. Ja, doe jij mijn vraag alleen. Ik moet je zeggen dat ik niet weet of hij al getekend heeft. Zoals jullie weten ben ik tot en met vandaag alleen maar met Kozakken Boys bezig. Hij weet het niet, Aleta. Als je wil weten hoe het met nieuwe spelers staat, dan moet je je bij Ron melden. Maar wanneer gaat hij tekenen, hè? Wie? Moreira. Hey, die heb je al, hè? Die hebben we al. Goed, het was een kwestie van tijd, toch? Wat zei je? Het was toch een kwestie van tijd voordat het rond zou komen met Cassiera? Wat is het laatste wat jij hebt gehoord? Heel goed, Aleta. Het laatste wat ik heb gehoord is dat de club met Ajax in gesprek is over 7. Dat heb ik als laatste gehoord. Nee, we gaan het nog even hebben over Kozakken Boys. We gaan het nog even hebben over Kozakken Boys. Waar heb je het meest van genoten de afgelopen jaren hier? Ja. Waar heb ik het meest van genoten? Eigenlijk gewoon de samenwerking met je groep. Jij bent ook trainer geweest, moet ik zeggen. Ja, als je gewoon met de jongens ergens begint en je maakt stapjes naar een bepaald niveau toe. Dat is het mooiste wat er is. En je kent me ook een beetje. Ik heb hier jongens ook vervloekt en op de tenen getrapt en een trap onder de hol gegeven. Maar als ik dan vandaag zie hoe de meesten gewoon echt als kerels op het veld hebben gestaan, dat maak je wel trots. Alleen die vreselijke tweede plaats. 2 jaar lang hebben we daar een beetje tegen geageerd. En jij had er zo'n hekel aan, die best of the rest. Maar goed, de tweede plaats nu, dit jaar, tot het laatste moment is het spannend geweest. Dus deze voelt beter, toch? Ja. Ik moet zeggen, voor jullie ook, dit is toch fantastisch. Ik bedoel, deze wedstrijd vandaag. Je moet ook kunnen accepteren in de sport dat je soms niet aan de goede kant van de medaille zit. Dan moet je respect tonen voor je tegenstander. Daarom zei ik net al, Katwijk gewoon verdiend kampioen. En wij kunnen gewoon met een trots gevoel terugkijken op dit seizoen. Alleen ja, je hebt heel eventjes de pijn van het mislopen van de titel. Maar dat moeten we snel naast ons neerleggen, denk ik. Dankjewel. Sorry. Tot volgend seizoen. Dankjewel. Ja, Hans, ik wou nog één ding aan je vragen. Zeggen, we gaan ondertussen El Azouti erbij halen, maar ga je gang. Het allerlaatste. Je ging eigenlijk bijna met 3 centrumspitsen spelen. Hè? Aan het einde. Had je dat niet misschien? Ja, ik heb het met de jongens overlegd in de kleedkamer tijdens die break. En die jongens gaven zelf aan dat ze nog een paar minuten wilden wachten. Omdat ze in die fase het gevoel hadden, kregen veel corners, een paar schietkansen van de 16. Je bent echt een moderne trainer, je overlegt ook nog. Je bent hard, maar je overlegt ook dingen. Nee, maar zij moet uiteindelijk uitvoeren op het veld. Dus ik denk wel dat je ze er af en toe in moet betrekken. En ik zie dat jullie overgaan naar hem. Zeker. Ik moet echt zeggen, ik ga toch weg. Dus nou kan ik het eerlijk zeggen. Maar je gaat ook mee. Nee, wat deze jongen heeft gepresteerd is echt enorm knap. Nou, kom 2 jaar geleden bij Jodan Boys. En dan nu 27 goals uit mijn hoofd. 28 gemaakt op het hoogste amateurniveau. En ook gewoon, je kent hem ook.
Hoeveel... Dit is een heerlijke jongen. Je mag lekker naar voren gaan schuiven, inderdaad.